Yo, en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, aflevering 11 is het. En ik heb hier een boek in mijn handen en daar heb ik al in geschreven en dat gaat over wat we deze aflevering gaan doen. We gaan deze aflevering de Batmobile maken. We gaan de Batcave de paden maken, dus een soort van wegen, zeg maar die stone slabs. Waar je op loopt. We gaan de muur... Ja, ik heb hier 2 blokken, maar ik wil hem 3 blokken gaan uitbreiden. Dus dat ga ik als eerste doen. En de trap van cobblestone naar stone bricks veranderen. En plateaus maken in de Batcave. Daar bedoel ik mee zeg maar van die aparte plekjes waar bijvoorbeeld de computer staat of waar de verschillende pakken van Batman staan of dat soort dingen. En ik heb nog geen tijd gehad om te kunnen kijken wie er allemaal gereageerd hebben op de poll van afgelopen aflevering, of ik dan wel of geen netherportal moet maken in de Batcave. Dus daar kom ik later nog op terug. Hier staat een pijltje verder, maar dat gaat over de aflevering die hierna komt. Dat is eventjes voor mezelf. Dit bedoel ik met de trap van cobblestone naar stone brick. Dus deze trap is dat die we gaan veranderen. Niet dat je denkt van, welke trap gaan we veranderen. Laten we dan alvast naar beneden gaan. En laten we de muur gaan slopen. En dan bedoel ik die muur. Let's go. Het vorige clipje en dit clipje, en heb ik nog eventjes snel het glas en de kool eventjes geplaatst. En dit is een van de Batmobiles die ik het tofst vind. Het is van Michael Keaton. Ik laat hem even een foto in beeld komen. Die ga ik proberen na te maken in Minecraft. Ik heb een klein beetje in mijn hoofd hoe ik het wil hebben. Het kan natuurlijk zijn dat het er niet helemaal goed uitkomt. Of dat er niet helemaal uitkomt zoals het eruit komt, zoals het eruit zou zien in het echt. Maar ik bedoel, het is Minecraft, dus het ziet er nooit zo uit als in het echt. Oké, dat is de eerste hand. Waar wil ik nu de voorkant hebben als ik daar vandaan kom? Wil ik de voorkant hier of wil ik hem hier? Welke kant op is het water? Volgens mij is die kant op het water. Wacht, ik ga heel even kijken en ik ben zo terug bij jullie. Oké, ja, die kant op en die kant op is dus het water. Dus ik ga hem die kant op doen. Even kijken, dan moet die... Nee, dan plaats ik hem verkeerd. Dus dan moet die zo geplaatst worden. Misschien moet ik hem nog aan die kant groter maken. Nog de cirkel. We gaan het zien als hij af is straks. Kijken. Die daar op. Zo, ja, dat heb ik er eventjes uitgehaald. Dan gaan we daar straks van dat grijze hol gewoon plaatsen. Oké. Oh wacht, als ik dit zo plaats, kan ik hier die gewoon laten zitten. Okay. Oh, het gaat een mooi foutje.
Zo. En ik weet niet wat ik hiervan vind dat het zo rood is. Ik ga eerst even wat van die grijze wol halen, zodat ik wat beter zie. En dan misschien nog wat dark ook even kijken. Oh, zo ziet het er wel tof uit als ik zo aankom lopen. Maar als ik dan zo dichtbij sta, dan ziet het er weer een beetje vreemd uit. Oh, nou heb ik de lichtgrijze wol. Dat is de verkeerde. Oké. Zo. Ja, ik vind hem er toch wel heel tof uitzien. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Voor nu moet ik maar even zo doen. En dan later fix ik het wel. Ik laat deze wel gewoon carpet. Dan is hier een klein beetje verschil, maar voor de rest niet. Merk je niet zo heel erg. Even kijken. Oh ja, oké. Even kijken, die daar. Die daar. Moet daar nog eentje. Top, top, top. Oké. Hoppakee. Zit hier een slap, denk ik. Ja. Oké. Deze trekken we door. Dan kunnen we hier. Oké. Ik weet niet of ik daar dan ook zwarte wol doe of misschien nog straks. Of zoiets. Even kijken. Hup. Hetzelfde aan de andere kant. Even kijken. Zo. En 2. Ik moet er nog eentje bij. Ik denk dat er nog eentje bij moet. Zo. Hier. Die. En oh nee. Nee. Maar heb ik nog wat boven liggen. Dat moet wel goed komen. Even kijken. Hero. Denk ik. Zwarte. Zoiets. Ja. Dan kan ik hier dan nog in. Hier? Is dat hier? Ja. Daar misschien een knop of een hendel. Zo, de lever. Daar, stuur. Hoe hoog is de lichtwaarde? Hier is de lichtwaarde 6, dat is niet goed. Ik had een idee, een glowstone lamp met een item frame. En dan kunnen we... Misschien dat ik daar nog een wiel doe, dan een kompas. Moet ik even kijken. 2, 3, 4, 5. Gaan we die daar en hier plaatsen. Dan zetten we die daar. En is het dan een slab? Ja, denk ik. Slab zo, dat mooi is. Ja, ik denk dat ik hem nog eventjes aan deze kant eentje breder moet maken. En aan deze kant nog eentje breder, maar dat laat ik maar aan jullie over. Of misschien vinden jullie dit helemaal niet mooi en zeggen jullie van... Hij moet op dezelfde hoogte zitten. Dus laat me dat ook even weten. Ik doe gewoon een poll. Weet je, ik weet niet hoeveel antwoorden. Volgens mij kun je 3 of meerdere antwoorden doen. Dus laat me weten. Er staat nu een poll, als het goed is, hier zo in de YouTube video.
Of er staat zo'n i-icoontje die je kan aandrukken. En dan heb je de opties van de cirkel groter maken. Zo laten. De cirkel groter maken. Zo laten. Of het plateau waar de auto op staat eentje hoger. Tenminste, dat hij dan op dezelfde hoogte... Laten we dezelfde hoogte doen. Dat hij op dezelfde hoogte als dit komt. En ik zie nu dat dit niet helemaal mooi is. Wat doen we dan? Even iets aanpassen nog. Kijk, hier nog een zo. Eentje hier zo. Nee, dat ziet er niet mooi uit. Misschien met pressure plates. Stone pressure plates of zo. En ik mis hier die wapens mis ik nog. Oh nee, dat kan niet. Oké, ik heb hier pressure plates. Stone pressure plates gewoon is het makkelijkste maken, want ik heb genoeg stone. En voor de wapens denk ik levers. Zo. Ja, dit is hem. Top, ik ben hier echt blij mee. Ja. De Batmobile. Dus dat is, zijn twee stappen al gedaan van onze aflevering alweer. We hebben nu de Batmobile. We hebben de muur 3 blokken uitgebreid. En de trap van cobblestone naar bricks. Nou, dat doen we dan even als laatst, denk ik. Of dat kunnen we nu ook wel doen, maar ik denk dat we dat als laatst doen. Nee, plateaus maken doen we denk ik als laatst. Paden. Ik wil sowieso daar een plateau hebben. In de hoek een beetje zo. En ik wil daar ergens zo een plateau hebben. En ik wil daar een plateau hebben. En ik wil misschien daar een plateau hebben, maar dat weet ik niet zeker. En dit gaat het pad worden, zeg maar, hoe de Batmobile wegrijdt, de Batcave uit. En daar gaat dan ook een gang die kant op. En dan op een gegeven moment komt die buiten. Dat lijkt me heel tof. Dat je, zeg maar, met de Batmobile weg kan rijden vanuit de Batcave. En dat die ook echt buiten komt. En dan heel op de weg, de auto, tussen haakjes, auto wegkomt. Het is natuurlijk geen autoweg hier, hoor, maar ja. En dan ga ik gewoon langzamerhand stukje bij beetje een soort van stad van maken. Moet ik ook even boven nog doen bij mijn huis. Maar dat komt allemaal in andere afleveringen. Even kijken, tot nu is de Batmobile af, dit is af, dit is af. Oké, dan ga ik nu die paden doen. Ga ik eentje die kant op helemaal doen. En dan komen er ook weer van die plateaus met van die pilaren. Dan hebben we precies het midden. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan hakken we die weg. Hakken we die weg. Ah, nee. Ja, pakken we even op. Hop. Hey. Oh, hier zit nog dirt. Ja. Even kijken. Is dit allemaal spawnproof eigenlijk? Kijk, hier is blok 8. Dus dat is spawnproof. Dit is, kan ik hier wat opzetten? Nee, oké, dus hier kan niks op spawnen. Hier kan niks op spawnen. Hier kan niks op spawnen. Daar wel, maar dit is spawnproof, denk ik. Kijk, blok 8. 8. Dat is spawnproof. Oké. Dat is fijn. Pakken we die er weer bij. Zo. En dan gaan we denk ik wel even naar de camera account. En die zet ik dan even daar denk ik ongeveer neer. Dus dan check ik jullie zo meteen wel weer. Bouwen. Ik heb alles alweer hierin gestopt, dat ik overhaal nog. Dus ik ben deze gewoon. Nee,
Oké. Okay. Haak ik nog even snel daaruit voor zeg maar de gang. Dat ik weet van hoe ik aan de gang. Zorg dat ik er nog achter is. Natuurlijk voor de auto, de baan en zo. Ik heb alleen de trap en de plateaus. Laten we de eerste trap nemen. Zo. Eerst even dat nog vonden. Zo, dat is ook weer gedaan. En dan nu de stone plateaus dus bij Batcave. En ik denk dat ik ook weer even wat pilaren ga maken. Even een pilaar, een beetje van die cirkelpilaren. Even een pilaar daar in de hoek. En een pilaar daar op de T-splitsing. Want dan lijkt het toch wel wat meer... Nu is het gewoon, er vliegt daar iets. Leuk dat je dat gedaan hebt, maar dat kan niet. Weet je wel? Ik wil wel een beetje dat het een beetje logisch is. Kijken, ik moet kool gaan minen. Of ik heb nog kool boven, dat kan ook. Hier ga ik geen timelapse voor doen. Dit is gewoon een update. Dus als jullie me straks weer zien, dan heb ik waarschijnlijk die pilaar en die pilaar gemaakt. Dus ik check weer zo meteen. Zo, nou ik heb ook met... dus daar is een dikke pilaar nu, omdat dat een T-splitsing is. En dat is een iets dunnere pilaar. En ik heb ook nu meteen daar die redstone weggehaald. Nu hoef ik alleen nog voor deze aflevering de plateaus te maken. Ga ik weer typen. Plateaus te maken voor bij die kant Daro. Daar eventjes toch nog wat voor een ondersteuning of zo. Daro. Nou, laten we die plateaus gaan bouwen dan. Zo, dus zoals jullie kunnen zien heb ik hier al wat gemaakt. Ik ga het nu voor het eerst ook zelf zien. Ik denk dat we hier ongeveer wel kunnen zien, het beste. Ik vind dat het best goed uitzien. Ik had wel natuurlijk al een beetje van beneden hier gezien, omdat ik dit heb toegevoegd. Dus had ik het wel een beetje zo gezien, maar nog niet van ver af, zeg maar. En ik vind het er goed uitzien. Ik denk dat dit een mooi eiland erbij is. Ik denk niet dat ik hier die half slabs ga doen. Maar dat laat ik aan jullie over. Laat het weten, wel slabs of geen slabs. Dan ga ik nu aan dat eiland beginnen. En aan dat kleine stukje steen. En dan zie ik jullie daarna wel weer. Zo, en die zijn ook klaar. Die. En ik heb zelfs hier eventjes een soort van trappetje nog gedaan. En hier, dit ziet er heel raar uit. Ik wil dat misschien nog even veranderen. Ik weet niet zeker, maar dat komt omdat hij... nu ben ik gevallen. Zo. Omdat hij hier al... loopt hij in een soort van bochtje. Want ik wil hier al... de padcomputer in de hoek hebben ongeveer. Of in ieder geval. En ik wil hier al... dan verschillende pakken hebben staan. Maar dat is voor een latere aflevering. Dat ga ik niet nu doen. Dus we zijn weer klaar met deze aflevering, denk ik. Hebben we alles gedaan? Even kijken. Bedmobiel, ja. De paden hebben we gemaakt. De muur hebben we, ja, 3 blokken dan verplaatst in plaats van 2. De trap hebben we veranderd. En de plateaus hebben we gemaakt. Dat zijn deze dingen. Dus we hebben alles gedaan. Dat betekent dus dat deze aflevering is afgelopen. Hopelijk vonden jullie het een toffe video. Laat hem even een blauw duimpje beneden achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer info, voor meer video's, voor vlogs en Minecraft. En dan check ik jullie later.